Hartelijk welkom. Hadi 2.0 vandaag met een gast in de studio die ik al zeer, zeer lang ken. En u ook, want hij is jaren, alle dagen of toch bijna alle dagen bij u uh, op de radio geweest. Of toch minstens één keer in de week of twee keer in de week. En hij is ondertussen verdwenen, een beetje verdwenen, maar niet bij ons. Bij ons is hij in de studio en dat is Luc Verschuren. Dag Luc. Uh, zeg ik nu goeie avond of goeiemorgen? Hij zegt goeie... goeiemorgen, goeiemiddag en goedenavond. En wanneer het dan uitgezonden wordt, dan is het <laughs> altijd goed. Jong, dat gaat er nooit uit. Hoe, hoe zit dat niet? <laughs> ja, 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 ja. Morgens of s'avonds. Ja, ja, ja. Maakt niet uit. Nee, goeie... maar het is, het is een Goeiedag, Michel. Ja, voilà. uh, Luc, we hebben uh, de champagne al uitgegoten. <laughs> ik had niet meer verwacht van jou. En uh, ik wens jou hartelijk welkom. Dank en je ik wel. drink op jouw gezondheid en op jouw aanwezigheid. Ik ook. En als ik zeg, Luc Verschuren is jaren bij u thuis geweest, niet alleen uh, op de radio, maar ook op het scherm. En natuurlijk op een bepaald moment stopt het. Hè? Het stopt, ja. ja. Het stopt bij 65 blijkbaar. Ja. Ook al uh, zegt men zo vaak van er moet langer gewerkt worden. En, en je wordt ja. minister. Nee. We zijn te vroeg geboren, hè, jongen. Nee, maar, maar het punt is dat, we, dat wij nog op een leeftijd zijn waar heden ten dagen. Sommige mensen die hebben het moeilijk, die zijn ziek. Oké, daar kan je niet aan doen. Maar anderen die nog vitaal zijn, die nog uh, mee zijn. Ik bedoel, als ik jong was of klein was, ik dacht iemand van 65. Als of vent toch? Zo'n oude, vento, ja. zonen, oude ja. P. of een oude moeder. Maar nu ben je dat zelf. Allee, ik ben zelfs dus al voorbij, een jaar of twee, drie. Hey, dus, en, en ja, die vitaliteit is daar nog. En dan, dan denk je: van ja, maar. 65, het is te vroeg. Ja, maar ja, het is vooral als je werkt aan een, uh, een openbare omroep. Of een openbare... Uh... Ja, want het zijn de ministers die dat zeggen van... Ja, ja. maar die blijven, die blijven langer werken, hè. Ja, ja. Want die hebben, daar staat geen einddatum op, hè. Als die nee, zeggen, nee. oh, we doen er nog een paar jaar bij. Mm -hmm. Dat kan, hè. Maar in elk geval, daar Mag gaan we... Mag ik niet uit, ik bedoel, we nee. leven zonder radio ook. Voilà. Maar we gaan beginnen bij het begin van jouw leven. Ai. En we gaan jouw DNA eens bekijken. Bekend. Vertel eens, je bent geboren. Uiteraard, ja. ja, ja. Dat is al goed. In 1954. Mm -hmm. Ik ben geboren in Mechelen, in een moederhuis, zoals dat heette. Ja, ja. ja, ik kom uit een gezin waar uiteindelijk vier kinderen waren. Ik was een oudste. Na mij is er eentje gekomen, en dat gebeurde vroeger vaker dan nu, uh, die overleden is na zes weken wegens een afwijking aan het hart. Dus dat, dat allemaal in leven gehouden worden, maar toen ja. Hè. En dan zijn er nog drie anderen gekomen. En, en mijn broer die is vijf jaar jonger en uh, mijn zus, dan nog twee jaar jonger, en mijn jongste zus. Um, ja, die is helaas, zoals dat ook in families gebeurt. Uh, net voor haar 45ste aan heel agressieve borstkanker overleden. Oei, oei, oei. oei. Ja, ja. Dus eigenlijk zijn jullie nog met z'n tweeën. Met z'n drieën nog. Met z'n drieën, ja, met jou ja. erbij dan. Ja, hè? ja, ja. Ja, oké. Okay. En jouw ouders? Uh... Ah, onze, onze, pa, onze pa was de, de schoolmeester in het dorp in Bonheiden. Ja, 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 ja. In de gemeenteschool. Ja, ja. Daar is hij directeur geworden. En ik was aan het van de directeur. Ja, ja. Ik heb met mijn vader zelf uh, in de klas gezeten. In de klas Ja, ja. Het was het enige jaar dat ik nooit de eerste was. Maar goed, ik ga hem dan niet verwijten. <laughs> dat heb je al gedaan, maar dat telt niet meer. We zien trouwens ondertussen misschien nog even zeggen: foto's van baby ah, ja, ja, en vierers. Dat is een geweldige, geweldige ja, foto ja, die je ja, nu ja. ziet. Ja. Toen was ik vier jaar en ben ik voor het eerst. Ik herinner mij niks meer van, behalve die ballon denk ik die ik vast had, uh, mee naar de Expo ja. geweest. Expo ja. 58. 58, ja. Okay. ja. Maar je was en bezig, dat... je ouders, je vader was uh, allee, onderwijzer en ja. nadien directeur van de school en je ja. moeder. En maasroeve voor de kinderen. Ah ja, zo was dat toen. En hè? pa had dan ook nog in de latere periode, toen de kinderen wat groter werden, toen er moest gestudeerd worden, had onze pa ook nog een, een soort, hoe noemen we dat, een spaarkastje zo. Ah, na zijn uren ja, 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 zo, ja. ja, ja. mensen geld kwamen in een kas gesteken. Ja, nee nee nee, 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 niet de caféspaarkas, Nee, nee, nee. Een, uh, bij een bank, hè. Maar, ah. maar een, men noemt dat een spaarkas of een dingen. De ABK ja. spaarkas was dat. Oh, ja, oké. Okay. Ja. En al nu mensen ondertussen kwamen... via Mercator bij Crelan. Ja. Oké, okay. alright. Ja, en na Goed. zijn uren ging hij dus... Katlijn Waveren, want daar was hij afkomstig van. Bij heel veel hoveniers ging hij de financiële zaken regelen. Oké, een bijberoep. Een bijberoep. Ja, oké. Okay. Uh, was jij als kind heel actief in sport? Of uh, toneelschool? Of, uh... Ik deed alsof. <laughs> nee, sport wel een beetje zo op school. De bal en Toch in, lopen, toch in het college waren, uh, lid geworden van KV Mechelen en dat soort dingen. Maar ja, ja en, 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 en wat rondfietsen en in gewoon. Ja. Ja, ja. ja, op straat spelen. Ja, op straat spelen. Ja. En, en, en ook als er een hoop aarde lag, piste maken en ja. dat soort dingen. En dan dingen. met de knikkers. En knikkers, ja, vandaar mijn liefde voor de koers. Ja, 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 Ik ben ja. begonnen met de knikkers en Verslaggever, verslaggever. Verslaggever, deed je dat, dat ook bij dat de zien he? wie er eerst beneden ja. was, hè? In de, op de piste. Ja, wij maakten dat ook. En mijn broer was de verslaggever. Ah, ja. want ik wist niet wie, die, wie die, uh, die fietsers waren. Maar hij kende de, die de rode knikker. Dat was de die en de blauwe dat knikker. Was dat was Remopoli Die kende was Jean Cantil. <laughs> ik weet alleen dat hij dus altijd verslag gaf van de knikkers die naar beneden... Ja. Ik begrijp je helemaal. Maar en had... na een tijd hadden we het door. De dikste was altijd eerst beneden. Ah, ja, natuurlijk. Maar dat was, tijdje, dat was een tijdje nadien. Goed, we gaan al wat muziek draaien. Ja. En ik had gezegd tegen jou. Je mag wat oude muziek draaien, maar draai ook een beetje wat hedendaagse muziek. Als ex-radioman zal je dat toch nog altijd wel volgen, denk ja, ik zo. Tot bepaalde dingen. Ja. Ik bedoel, je bent niet meer 100% mee, want er verschijnt echt wel heel veel goed en, en heel goed, veel goede ja, dingen. Ja, ja. Maar wie mij opgevallen is, is die meteoren. Ja, ja. En hij heeft een fantastisch nummer met Babette. Ja, dat is een hit. Tot heel erg mooi. Eén op een miljoen. Welkom terug. Luc Verschuren zit bij ons in de studio om een babbeltje te doen. Luc, we zijn gekomen aan studeren. Oei, moeten we daar nog ja. over beginnen? Kijk, je mocht dat allemaal overslagen, maar dan hebben we natuurlijk ja, geen echt DNA. Ja, ja, ja. Welke student, ik was dat ga ik niet direct vertellen. Ik heb nog twee dochters die ah, moeten. Ja. Dat... Dus je wilt ze niks wijzen. Die nee, nee, niet allemaal weten. Maar uh, ja, ik heb gestudeerd, uh, college, in Mechelen, ja. klassiekerwijs. Een wiskunde en dan naar Leuven, handelscoach, handelsingenieur. Maar eigenlijk, eigenlijk was ik in dat laatste jaar was ik eigenlijk al bezig om, om toch wat anders te doen. Op een bepaald moment uh, kom ik Mark van Lombeek tegen. Ja. Was die toen al op tv? Ja, die was op tv. Nee, sorry, die zat, nee, sorry, nee, die zat nee. op radio. Ah, okay. ja. En ja. die zat nog zijn laatste jaar aan de neef? Ja? Of die was dan wel blijven hangen? Om zijn thesis te maken. En die zat bij een kameraad van mij die, die twee jaar ouder was. Op God. En ik kom Mark tegen. En aan een tijd, zo'n derde jaar. Ja, hij is contact gepakt met Mark. Zou ik de zondag zo niks kunnen doen voor de sport? Hij zei: kom maar. Dan ben ik daar voor de sport uh, op televisie wat de uitslagen gaan bijhouden... En, en af en toe is een reportage gaan maken. Maar was je dan al in beeld? Dat waren reportages zonder in beeld te zijn. Ja, ja. ja, ja. ja. Om even te duiden dat ja, je toen ja, ja. Eigenlijk maar, nog in een bekende context bent Maar dat waren geworden. reportages uh, toen nog met film. Ja. Met, met een ja, klank, met een ja. geluidsman ja. en montage bij Reuzens. Ja, ja, ja. Waar nog echt de film geknipt werd, ja, ja. waar nog aan, aan een haakje gehangen werd. Ja, ja, ja. Waar je... Vertori, Heel straf moest zijn om die reuzes te volgen of die monteerde u zelf. Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. En dat soort dingen. En, en vandaar ben ik... Uh... Eigenlijk ben jij dan... Maar dat was interesse voor sport ja, ook, hè? Ja, ja, dat, dat had je al, hè? Dat had je ja, al. Ja. Ja. Want we hadden het daarnet over de wielrenners. Ja, hè? dat is zo gebleven, hè? Ja, dat is zo gebleven. Maar dan heb jij natuurlijk ook nog jouw legerdienst moeten doen. Na jouw studies. Ja, maar ik moest even wachten. Tot ik. Wat? Ja, ik moest even wachten. Er zijn nog zoveel wachten tevoren. Ja, ja, ik moest even, even, even nog een, een half jaar, drie kwart van het jaar wachten tot ik een, een goede plaats had. Want wie was er op dat ah, moment? Ah, zo bedoel je. Dat was meer op De lange televisie? arm, de lange arm. Nee, mijn arm. Ja, ja. Mijn ja, ja. arm. Ja, ja. Zelf gebeld. Ja, ja. Wie, wie, wie was er van Mechelen? Wie zat er in de shows? Bij wie is Sandersen? Colonel Kandries. Ah ja. Wie de gewoon vader van mijn goede vriendin Conin heeft. Inderdaad ja, 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 ja. En, 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 en ja en uh, goed ja wie zat daar? Kandries waar zat hij op de persdienst? Ik dacht ik wil op de persdienst. Ik heb gebeld naar Kandries, zoals ik gebeld heb naar een aantal mensen soms zelf. Om, je moet jezelf ja, eigenlijk ja, ja, aan. Ja ja ja. En die zei, uh, want dat was een commandant Engelen, dat was een Limburger die het allemaal regelde en die zei leuk, je moet nog zes maanden wachten. Ach, ja. En dan, en dan hebben we een plaats. En dan hebben we een plaats. Dan ga je één maand naar, naar Leuven, algemene opleiding. Kom je naar hier, oké. Okay, en in die zes maanden ben ik terechtgekomen bij die kritisch economie uh, consumentenprogramma toen Wikken en wegen. Milau. Mil, ja, ja. En daar heb je dan ook weer van alles gedaan. Uw oude gedaan ja, wat redactie gedaan en wat ja, filmpjes ja. gemaakt. Dus dan zat je eigenlijk al met twee voeten binnen. Bij de toenmalige BRT. Ja, ja, maar dat was ook allemaal los. Hè? Ja, ja, ja oké, okay, ja. maar je moet ergens beginnen. Hè? Ja, <laughs> allemaal los. Dus oké. Okay. En in die periode, en dan, dan komt het hele spul en dan komen we bij radio. Bij Omroep Brabant. Bij Omroep Brabant, in die periode. Dan ben je toch, echt verslaggever geworden, toch? Ja, dan is ze, ze iemand nodig bij Omroep Brabant, Polgeert. om daar de regionale sport te doen. Hm. Samen met Dirk de Weert. Die, nog zo ja, in die. Ja, ja, die achteraf ja, naar wel. Ring TV ja, gegaan. Ja, 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 ja. En voilà, en, en ja, ineens maar, was ik bij Brabant. Ja, maar dan heb jij eigenlijk feitelijk zo al een klein beetje je voelhorens uitgestoken om te zien, waar is er hier nog meer mogelijk met sport? En dan ben jij in uh, Limburg terechtgekomen. Ja, maar dat, daar... dat was al heel, heel lang na de legerdienst. Hè? Want ja, ik ja. Tijdens mijn legerdienst op Brabant blijven werken, daarachter ook nog... Uh, Hebben we die Bra foto al gezien? Brabant in Oost-Vlaanderen. Waar jij aan die hele grote pick-up staat? <laughs> nee, dat is de eerste radiofoto. <laughs> ja? Met iets te lange haren. Nee, ja. nee, maar ik denk dat we die nu gaan zien. Dan sta jij, dan sta jij naast zo'n hele grote pick-up. <laughs> voilà. Heel serieus te kijken ja, in ja, de camera. Want het was op, een dat ernstige was zaak. Met band, Dat was knippen Ja, Ja, knippen en plakken. Oké. Okay. Goed, we gaan wat muziek draaien. We gaan ook knippen en plakken hier. En je hebt Queen uitgekozen. Ja, omdat in die jongen. Periode was er zoveel alles natuurlijk. En, en, ja. en Queen en Bohemian Rhapsody, dat was toch. Het is ja. achteraf gebleken. Ja, ja. Een, absoluut. Een klassieke tot en met vandaag. Maar we hebben dan wel Crazy Little Thing Called Love. Dat is ook goed. Dat was ook goed, hè? Maar het is eigenlijk een beetje zot geworden. <laughs> Queen. <laughs> dat was Queen op verzoek van mijn gast vandaag, Luc Verschuren. Uh, Luc, we waren gekomen bij uh, Omroep Brabant en dat soort zaken, maar je bent eigenlijk heel erg doorgebroken, zullen we maar zeggen, met het programma Sportcafé. Ja, nog... Je had daar iedereen die maar uh, iets in de sport ja. uh, deed en belangrijk was... die heb jij voor de micro gehaald. Ja, op een bepaald moment heeft de heer Gijzen, de grote Gijzen, mij geroepen... en gezegd, ik heb jullie drie uur op zondagavond tussen vijf en acht... doe daar iets mee, ik denk aan sport. En ik zag daar een zaal, echt waar, ik zag daar een zaal... En ik zag daar een toog staan in die zaal. Ik zag het podium en ik zeg tegen zo'n ze echt waar gebeurt, ja. zeg wil er een café van maken. Ja. Dat is een goed idee. Zegt hem. Ik zorg voor een tijdelijke tapvergunning. En een dag later had hij ook al gezorgd voor een beten in een brouwer. Ja, ja. En ik heb naar Jacques gebeld, de Het dus altijd de Vermeijer, die op dat moment een moeilijke periode had. Want die had zijn werk opgezegd, die had met Mechelsmiatur Theater gespeeld. En, en, en dat was er allemaal wat fout afgelopen, die zat wat met schoenen bezig. En die had, get, die had getapt in de verloren zoon in Mechelen, een zeer café, lustig café. Ja, ja. En echt, Jacques, hier kun je kunt iets bij verdienen. Ja, hè? Ja. En Gijze cafébaas, maar dan moeten we tijdens het nieuws en tijdens de uitzending. er is altijd nieuws tussen. Uh, even tijdens de uitzending een sketchje doen en, en, en tijdens het nieuws mensen animeren. Voilà, ja. vertrokken. Ja. Ik ga naar Gijze. ik zeg: ik heb een oplossing. Ja, zegt Gijze. wat gaat je in die uitzending doen? Ik zeg: daar, daar, daar. Hij zegt hem goed. Ik zeg: wanneer wilt je dat we beginnen? Binnen twee weken, zegt Gijze. Ik bedoel, als je nu ziet dat op VRT, dat is eigenlijk bijna lachwekkend. Dat, dat er dus nu zeven man, twaalf managers en nog alle anderen. aan een programma. allemaal hun, hun, hun idee moeten hebben voor het ja. programma doorgaat. Ja, dan denk ik. Maar je, waar, er waren andere waar blijft delen. de creativiteit? Ja, ja, ik bedoel. Ja. Ja, ja. Ik zeg niet altijd beter was nee, maar vroeger, het maar kon dood, meer, het. Maar het wordt meer, soms je. doodgeanalyseerd. Hè. Ja. Dus oké, okay, jij stond daar, sportcafé, vol ja. zalen... alles wat maar met sport te maken had, passeerde. De Revue ja. en Jacques heeft daar eigenlijk voor het grote publiek... oké, okay, het was radio, maar toch voor het grote publiek... was hij toch wel ineens een, een, een vedette geworden. Ja. Ik ga het niet minimaliseren, maar nee, ons imago... Was groter, ons, ons positief imago was groter dan het aantal luisteraars. Maar wat, wat kregen we natuurlijk in die, ja, in die jaren tachtig? Wat, wat hadden we? Ja, er waren ook veel vrouwen die luisterden. Ja, 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 ja. Maar wat kregen we in de jaren tachtig? Er was niks. Ja. Er was geen VTM, er waren geen andere zenders, er was vandaag namelijk geen sport, dus een beetje koers op tv. Ja, ja. Uh, en Jan Wouters die lag op Radio 1 uh, ja. de verslagen te doen. Dus wij hadden het baan vrij. En op een bepaald moment ja dan, dan begin je een imago te krijgen. dan komt volk op af en dat begint te, uh, begin te werken. Op een bepaald moment was het zover dat Club Brugge, waar op dat moment Jan Keuleman speelde, waar uh, Mark de Grijze speelde, Frankie van der Els, Leo van der Els, al die mannen. Als je bij Club Brugge. Niet gevraagd werd voor sportcafé, die kwamen van Brugge. Ja, ja. Daar rasselde. Ja. Als je niet gevraagd werd voor sportcafé, dan telde die niet mee. Hè? Oh ja, kijk eens. Kijk eens. Ik bedoel alleen ja, ja, kwam. Ja, ja, maar ja. Ik bedoel, maar, en, en dan, en dan had heel Pfaff, snel een hele goede. Uh, Is Die kwam van München. Ja, ja. Maar dan, natuurlijk, ja, op een bepaald ja. moment. Want jullie hadden natuurlijk de grote baas, onze lieve vriend uh, Jos Gijzen. Maar dan stopte die. Dan stopte die met te bed mm. of niet te bed. Ja. En kwam opeens die zaterdagochtend vrij. En dan zijn jullie, jij samen met Dirk Somers... zijn ja. jullie dat programma gaan doen. En dat is eigenlijk toch wel echt legendarisch geworden. Ja, ja, in die zin dat we... Ochtendkuren heette het. Sportcafé... Ja. Het was goed dat dat stopte na vijf jaar, want... Ja. VTM kwam eraan in 1989, ja, ja. Uh, er werd van alles gebeurd, ja, ja. dus oké. Okay. En uh, gij zei tegen ons, jullie moeten dat met twee doen. En we dachten, wat gaan, we, wat gaan wij doen joh? Hè? En uh, we hebben dan een soort formule gekozen waarin we toch met publiek werkten, waarin de mensen bij ons konden komen ontbijten. Waardoor dat je de sfeer die wij hadden voor een stuk in sportcafé toch eigenlijk, eigenlijk ook naar de mensen kon overbrengen. Ja. Waarin alles zoveel mogelijk live gebeurde, ja. want dat is ook wel iets, ook de muziek. Dat betekent dus dat heel wat mensen, Dat uh, komen we nu nog tegen, die zeggen, verschuren, wat heb je mij aangedaan? Ja, het is morgens vroeg. Eigenlijk een klein beetje van wat er nu is op zaterdagochtend, met Ruben van Ruben. Tuurlijk, ja, dat is ja, ook ja, ja, ja. Er is maar, niks maar, nieuws om te Toch? Ik herinner me de Clouseau, de, 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 de mensen van Acceleret, ja. dat waren Amerikanen. Hm. Die zijn op dat moment hier, hier hadden en die kwamen kwart na zeven kwamen, die opstellen en dus. Soundchecken. Muziek speelt, What the fuck are ja, you doing, ja. man? Goed, we gaan daar dadelijk nog over doorspreken. Want Axel Red is een van de gasten... die zeer vaak bij jullie zijn geweest... voor ze Axel mm. Red was. Maar ja. wij draaien ze nu eerst met uh, Rue Jardin. Luk Verschuren is nog altijd bij ons. En we hadden het over ochtendkuren. En het succes van dat programma. En dat mensen heel vroeg morgens moesten komen... om te soundchecken. En om acht uur gingen ze dan live op antenne. En een van de gasten die... Al voor haar bekendheid bij jullie kwam was Fabie. Ja, we hebben ze net gehoord. Ja, ja, maar Fabie. Ja, ja. Fabie de Mal. Fabie de Mal had toen nog geen succes. Nee, maar uh, ik, de eerste keer dat ik uh, Fabie de Mal ben tegengekomen was ook weer door Jos Geijzen. Die mij belde: zei, Kijk, kom eens naar beneden, naar zijn bureau. Wie zit daar? Een jong meisje van een jaar of 17. Met haar, haar moeder. En met haar moeder, een blonde moeder. Die zegt: Kijk, dat is de vrouw van uh, advocaat De Mal. En dat is de dochter. Fabienne. Fabienne. Fabien, en die heeft de plaats gemaakt onder fabie, Zet die er een keer tussen in. Sportcafé. Sportcafé. Ja. Hebben wij dat gedaan? Dus eigenlijk was het sportcafé waar ze de eerste keer is gekomen, maar ze is ook altijd blijven komen bij ochtendkuren. Ja, want in de ochtendkuren, uh, ik denk 2000, 2001, uh, kwam zij daar niet met sensualiteit. Haar eerste nummer, kende boulevard. Kende die boulevard, ja. Ja. Uh, ineens was daar Axel red, want ja, die was ja. gaan studeren aan de ULB in Leuven, in, in Brussel. Leuven, nee, in Brussel? In Brussel. Ja. had daar Armand Philippe, die ook studeerde ja, ja, en, die en ondertussen ja. manager geworden was. Ja, ja. En die kwamen dat voorstellen en ineens ontploft dat daar in Frankrijk. Ja. En dan ontploft daar ook met sensualiteit. Maar um, Axel, die is dus altijd blijven komen. Ja. En uh, dan had ook, ook, als hij in Canada zat, in Parijs woonde, in Amerika, wat was dat allemaal? Elke keer dat wij belden, we moesten we wel een datum zoeken. Maar ze kwam, want ze kon nog eens bij haar vader zijn. En ze had heel die tijd blijven komen. Ja. En zelfs bij mijn afscheid hadden ze mij nog verrast. Van hier is Accel zich potverdorie. Dat ja. is een heel toffe madame. Ja. Dus ze is heel trouw gebleven. Zullen we maar zeggen. Jullie ja, maar ook, dus ook een, Jullie kan ook, je zeggen, ja, ja. je, je graakt met weinig mensen in die business, dat ja. heb ik nu ook gemerkt. Echt bevriend, hè? Ja, ja. Na twee jaar, als je eruit bent, doe weinig mensen die je echt bevriend bent. Ja, omdat je, je komt elkaar niet meer tegen. Hè. Je moet het al echt uh, afspreken als ja, je iemand kijk, wil zien. Hè? Als radio en als tv-maker, je wordt eigenlijk ook een beetje gebruikt. Als ze jou ja. kunnen gebruiken, dan ja, is toch... Ja, het is top. een, een wisselwerking. Ik noem ja. het een wisselwerking. Ja, ja. Jij doet iets voor mij en ik doe iets voor jou... we zijn er alle twee beter van geworden. Zoiets ongeveer. We drinken een pint, maar twee voilà. dagen later komen ik elkaar tegen en... Mm, ja. Ja, niet altijd. Niet zo negatief. Hè. <laughs> Even terug naar Jacques Vermeyre. Want Jacques Vermeyre is een constante bij jou. Hey, ik Eerst bedoel, bij... Ik bedoel dat niet negatief, dat is nee, nee. de realiteit. Ja, 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 ik weet het, maar ik wil daar, <laughs> niet, aan ik wil daar niet aan denken. Jij wil daar niet meemaken? maken. Nee, ja, maar ja. Ik bedoel, ik ben ook niet belangrijk meer. Niemand is belangrijk. Maar ja, ja ik blijf toch altijd wel geloven in mensen. Laten we zeggen. Het ene is niet altijd het gevolg van het andere. Het is niet nee, omdat je elkaar nee, nee. niet meer ziet. Nee, maar, om maar te zeggen, je houdt daar toch wel een paar vrienden aan over. En Dat is het voilà. Maar ja, hoeveel vrienden hebben andere mensen in het leven? Ook maar ja. een handjevol, hè? Dus ja. dat is eigenlijk hetzelfde. Maar wij komen veel meer mensen tegen. Misschien is dat de reden waarom dat we denken: waarom zijn we daar nu meer, niet meer mee bevriend? <laughs> goed, we gaan terug naar, uh, terug naar jouw carrière, ja, mama, naar jouw DNA. Is goed, mama. Ja, ja, ja. ja. En dus we zijn gekomen bij. Uh, uh, Jaak Vermeijeren. Ja. Jaak Vermeijeren en jij hadden altijd al wel iets gedaan... op de scène, op het podium. Jij uh, dat bent... is gegroeid vanaf Sportcafé, ja. dat we dus elke keer iets deden. Op een bepaald moment werden wij, allee, werd ik vaak gevraagd voor sportquizzen. Hmm. En dan heb ik die weer meegepakt. Maar ik dacht, er is altijd zo'n pauze waar, waarin de jury moet rekenen ja? en beslissen. Ja. En ik dacht, van, laten we eens een kwartier of een half maken... En we hebben wat sketches, ja ik had wel een van bij de Scouts nog. Ja, ja, ja. En we hebben we een half uur gemaakt. En uiteindelijk hebben we een programma gemaakt. Van, van die kwartier komen we Frank Dingen tegen. Die was op dat moment met alleen Maurice vrij populair. We hebben we met Frank een tijdje opgetreden, enfin, goed. En dan hebben we ons eigen programma gedaan. We hebben en, nu... Ik weet ja. niet of dat we al foto's... Ja, kijk, we zien foto's van programma's van dat jullie. Is op, dat is op televisie. Ja, ja, maar toch met elkaar. hè? Ja, ja, samen, ja, ja, hè? Dus ja, het was toch het gevolg van het succes dat jullie hadden gemaakt in de zalen. Waardoor dat jullie dan uiteindelijk ook televisie zijn gaan maken. Want hoeveel keer hebben jullie een show gemaakt? Uh, vier keer, denk ik. Vier keer. We hebben een foto samen nog met een piepjongen, Wendy van Wanten. Dat moet er ergens ook nog uh, tussen zitten. Ja, ja, ja. ja? Kijk eens. Voilà, kijk eens. Dus kijk dat zijn, eens. Dat zijn... Ik sta daar zo bij, ja. <laughs> <laughs> Alsof dat er niet... Jaak is natuurlijk altijd de smoelentrekker trekken. Maar geweest, durft hè. niet kijken. <laughs> in elk geval, want we moeten er een beetje sneller doorheen gaan... in elk geval is het altijd een succes geweest. En eigenlijk is het alles gestopt op het moment... dat Jaak het bod kreeg van VTM... om het Huis van Vertrouwen te verlaten... We, we ja. gaan nu snel, hè. En het contract van 1 miljard, waar iedereen het over had... is hij gaan werken voor VTM. En dan heeft hij jou achtergelaten, want jij had bij D&D... had jij niet zo'n goed gevoel, je zat daar niet op je plaats. Nee, nee, nee. ik was daarbij bij het contract ja, ja, van 1 miljard. Ja, maar jij bent niet... Nee. Maar het punt was dat er daar... Uh, en ik weet niet of ik dat nu moet, moet gaan vertellen, maar... Er was op dat moment een, een soort oorlog aan de gang... Tussen Guido van Lieferingen, die aandeelhouder was van DD en de maker ja. van Dag Allemaal en ja, al dat ja, soort dingen, ja. Ja. en Van Tilo, de baas van DPG Media. Die nog altijd de basis van Die DPD, nog altijd DPD, de ja. basis. En op dat moment kreeg uh, Van Tilo zowat al de aandelen van uh, WTM in handen. Ah ja, van WTM, ja. En dan heeft die DND, wat eigenlijk een ongelooflijk merk was, want zij hadden veertien, ik denk ja, veertien verschillende bedrijfjes. Ah, ja. Tot ja. tot DND Duitsland toe. Ja, ja, Weet je ja, ja. dat ik ooit nog voor DND de kampioenen ben gaan aanbieden in Keulen? Ja, ja. Maar dat was niet voor de Duitsers. Nee, nee. De Duitsers kunnen niet lachen met, hun, met de verijnen. Als, als daar, als daar gelachen wordt met de voorzitter met Boma, dat kan niet. Nee, maar ze hadden dus veertien bedrijven. En het een programma na het andere werd afgepakt van DD. En op het moment dat je daar binnenkwam, liep bij manier van spreken de champagne van de Trappen. Twee jaar later was er bijna geen een trap meer. Ja, ja. Maar Jacques heeft mij niet achtergelaten. Nee, nee. Ik ben Gevraagd om mee te gaan. Ik ben altijd blijven radio maken, dat was de voorwaarde. Maar met het contract van 1 miljard, hoef, ik mocht bijna de VRT nu weer binnen, hè, ja, ja. terwijl ik er niks mee te maken had. Ja. En het eigenlijk... Maar ja, voor de mensen van BRT hoorde jij bij het succes van Jacques Flair. Ja, 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 ja. Dus ik snap wel hoe. Ja, wat je de directeur van daar... VRT, die op dat moment. Ja, die heeft dat opgeblazen tot 1 miljard. Terwijl dat heeft te maken met productiekosten. productiekosten natuurlijk. Ja, en die productiekosten... Je moet Sjaak maar eens vragen, die zijn nooit echt ingevuld. Nee, nee. Sjaak is al geweest ingevuld. en dan hebben we het er wel eventjes over gehad. Maar in elk geval, kijk, ja, het, dat zijn dingen... We kijken ja, ja. erop terug en we zeggen, nou ja, het moest gebeuren en het is gebeurd. Hè? Ja, maar zo ik ben zeggen? dus altijd blijven ja. radio maken. dat was altijd mijn... Ja, mijn en dat dak zijn dat. Core, zal your core business. Ja. Oké, okay, goed. We gaan weer wat muziek draaien. En Wat heb je gekozen? Je hebt Bart Herman. Nee, Nicola en Hugo heb je gekozen. Nicola en Hugo. Nicole ja, Nicole. Pastorale. Pastorale, ja. Ik vind Nicola en Hugo nog altijd een ongelooflijk koppel. Voilà. Uh, in de eerste periode dat ik ze tegenkwam, zaten ze op uh, Cruises maakten ze af en toe wel eens muziek waarvan ik dacht: van ja, lovebout muziek. Maar dan hebben die zich daar herpakt met een paar ja, nummers. Ja. Waaronder pastorale vind ik schitterend. Ja, dat is een comeback geweest en dat gaan we draaien. Luc Verschuren is nog altijd bij ons. Je verschiet omdat ik zeg Luc Verschuren is nog altijd bij ons. Dank je Luc, Luc, als we spreken over de tijd dat jij bij de radio... een hele belangrijke man was. We kunnen daar... Ja, maar... nou, dat moet ja. jij niet zeggen, ik zeg dat. Want dat was zo. De mensen die wisten als ze met hun plaatje... of wat dan ook bij jou konden promotie konden maken. Samen met uh, uh, Somers mm. natuurlijk. Want ja, we spreken nu over jou. Ja, maar... Dirk die was er. Dirk... He? Ja, ik was... heb eigenlijk altijd, als ik dat zo denk, zo vaak in duo's gewerkt. Maar ik werk graag samen. Graag samen met Jaak, samen met Dirk, ja. samen met anderen. Ja. Omdat ja, met twee kan je... Ja. Je krijgt twee werken. Ja, dat is een pingpong, hè? Ja. Ja. Maar in elk geval, jullie waren heel belangrijk. Als we bij jullie kwamen promotie maken... Nee, maar als we bij jullie kwamen promotie maken... dan gebeurde er iets. Andere zenders pikten dat dan op, of andere programma's. En dan, ja, dat er gebeurde iets. Maar jij had ook een hele goede neus voor mensen die humoristisch bezig waren. Want ja. er was geen... Daar was, geen, daar was eigenlijk geen plaats voor, geen podium voor. Ja, ik, ik, ik vond eigenlijk dat uitzendingen... Je, je, je kan praten zowel je wil. Je kan ook in, 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 in uh, interviews wel wat humor steken natuurlijk. Ja, en ik heb, ja. ik heb dat altijd ook graag gedaan. Ook, ook met artiesten ja, he, die, ja, ja, ja. die dan zenuwachtig werden. Dat ze denken, we gaan die vragen? Ja, omdat, gaan die omdat, omdat we zo eens ja. de onverwachte vraag en ja, 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 ja. ja, ja. ja, dan het ja, ja. publiek wel lachen en dan ja, ja. niet meer weten. Ja. Vaak was het ook zo, de artiesten, dat ze hadden hun verhaaltje klaar. En dat is ook logisch, ze willen hun plaat promoten. Maar je kan daar humor in steken. Maar ik vond dat ook in zo'n uitzending... Uitzending. Ik heb altijd van, een beetje van typetjes gehouden. Ja. Ja, dat Misschien is dat altijd modisch hoor, maar uh, ik, 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 ik heb er altijd van gehouden. En op een bepaald moment. Ja, dan hadden we daar in Limburg Armand Schreurs. En die komt daaraf. Uh, op een bepaald moment heeft hij dat telefonisch zo wat gedaan. in een denk: boer van de put. Zo'n hm. boer. En, en, en dat is het mooie aan zo'n typetje. Want een, een comedian die, die vertelt vaak alleen over zichzelf. Ja. Maar in een typetje kan je hele scenario's steken. Ja, en die kan ook alles zeggen. En die kan alles zeggen. Alles kan die zeggen. Dus die kan alles zeggen. En dus vind ik van de put dat zijn, zijn dochter... Of zijn vrouw Marie-Louise, zijn dochter Wendy, de coiffeus, Jean van de Verzekering, de groene Hendricks. Dat was dan zijn tegenstander. Alleen de groene van ja, de groene. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. Dat was een, eigenlijk was dat een dorpje op zijn eigen. En Armand kon daar geweldig mee inpikken met actualiteit. Dat is Armand zijn kracht. Ja, Hij he. ja. heeft een ja. talent om... Ja. Om dingen uit de actualiteit, de actualiteit in te spelen, op, daar een mop van te maken. Ja. En dus hebben we die gebracht. En, en, en Jaak, ja, daar heb ik ook altijd in geloofd. Ja, ja, ja. En, en op die foto daar, daarnaast staat nu een derde: Ja, Dat Veerle. Is het, ja, ja. Veerle Zekers. Die was toen medewerker. En uh, ik, ik had bij. We zitten praten zo van. Maar dat, dat was later, hè. dat was niet meer in. Uh, in, in, in Limburg, op de kuren, maar dat ja. was in, in Brussel al. Uh, dat deed de buren bij Verschuren. En we zo eens zitten praten. Vele zouden niks voor u Ja, Ik wil dat wel eens proberen. Ik vraag aan mijn kamerad Kapper, Jeff Deby. En die geeft pruikje meer liggen. Daar was dat ze daarop heeft. Ja. En die heeft dat een tijd gedaan, maar binnen VRT geloofde men er niet zo in. Ze heeft dat ook weinig voor publiek gedaan. Terwijl we een paar keer voor publiek gedaan hebben. En dat pakte wel. Maar ja, goed, ja, dat is maar dan ja, niet gelukt. Niet alles kan lukken. Maar ik hou wel van tippetjes en ik denk. Ja, dat, dat blijft toch duren, ja. ja. Vandaar ook nog altijd jouw samenwerking. Maar daar gaan we het zelfs dan over hebben. Met Jaak Vermeijden weer opnieuw. Maar ik wil toch nog één ding aanhalen. Ja. en dat is: Jij hebt op een bepaald moment, ben jij ook benaderd, ik geloof in 1990, om PR te gaan doen voor sportmensen. Nee, dat is 2000. Was dat 2000? 2019 is. Ja, maar op een jaar of tien. Stijl. Ja, op een duur, mij al die jaargetallen. Dat was okay, twee, dus 2000. Dat was 2000 ja? Dus, uh, ja, maar ik, ik zat in. Uh, ik zeg het uh, net: DD was ja, een ja. afgelopen verhaal. Ik werkte nog los op radio. En ik ben dan samen met een, met een prof, een uh, professor economie, hebben wij ons eigenlijk gestort op de return. De, de, de visuele return van wat kan bijvoorbeeld een wielerploeg... met de naam van de sponsor op de trui, wat kan dat opbrengen? Mm -hmm. He, want men investeert daarin. En vroeger ja, ja, ging dat nog ja, ja, over ja, ja, ja. 100.000 euro's, nu gaat het over miljoenen ja, euro's. Ja, ja. Wat is de return? Ja. Hebben we dat onderzocht en op een bepaald moment, maar we al in 99 zaten we in de wielrennerij zo en de en de marketing. Want als je sponsort in een ploeg, dan moet je daar ook een marketingcommunicatie rond, rond uh, gaan maken. En dan kom ik dicht bij mijn, bij mijn studies ja, natuurlijk. Ja, hè. Ja, ja. Uh, en in 2000 kreeg ik ineens telefoon van uh, Johan Bruineel. Op dat moment allee, altijd de sportdirecteur geweest van Lens Armstrong. En Lens had in 1999 voor het eerste Tour gewonnen. Tour gewonnen ja. En die zei tegen mij, één week voor de Tour, ja jong... We hebben niemand nodig, want Lens wil niet met de pers praten. Ik zeg, Johan, dan ga ik je dat ook niet doen. Ik zeg, Je kunt niet, niet, niet met de pers praten. Je hebt 2000 journalisten. En Wat gaat je doen? Zich afschermen? Nee, nee, nee. Ik zeg, ik wil het doen. Op voorwaarden. Ja, dat we die in bepaalde banen kunnen leiden. Hij zegt, ja, oké, okay, weet je wat, bel mij terug. Hij zegt, uh, Lens wil u spreken. Ik zeg, waar zit Lens? In Nice. Ah ja. De dag daarachter gewoon het vliegtuig gepakt. Het eerste vliegtuig. Gaan ontbijten bij aan zaterdag om 11 uur. Om twee het vliegtuig terug. Uh, see you binnen in orde, twee he? dagen. Ik, ja. denk, ik denk dat ik op maandag naar Is geweest ben. En de woensdag waren we onderweg naar. Uh, waar was het? Uh, Futuroscoop. Uh. In Frankrijk uh, voor de start van de ja, tour. Ja. Dat hij is toen, dus, was dat hij, dus een ongelofelijke ervaring. Was geweest. hij toen al aan de doop? je weet, als je achteraf <laughs> terugkijkt... Nee, maar als je nu nee, terugkijkt... Nee, nee, ik heb niks gezien. Maar uh, de eerste keren, daar waren, er was ook al een beetje sprake. Maar, maar kijk, het is ook zo... De Franse lens was een beetje arrogant. Hè? En de Franse... Had ik in 1998 met Virank zo een toer gehad, de Tour van de Schande? Hè, en dan in 1999 dan komt Jan Zalmstroom boven water, die wint dat daar. Ja, jaar daarachter, boel die wint dat weer. Ja. En dan begint men natuurlijk te zeggen: is dat wel mogelijk? Kan ja, ja. dat wel? Ja, ja. Hè? En in Frankrijk was hij niet populair, maar ja, uh, toch probeer dat in banen te leiden en zo. Maar over, over doping op dat moment heb ik niets gezien. Nee. Nu kun je hij is. Nee, nee, nee. nee, 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 nee maar, wat ik wel weet, en dat zal wel gebeurd zijn. Dat zal wel gebeurd zijn. En op een ja, Maar hij moment, heeft het ook zelf toegegeven. Hè? Het is ja, niet meer... Op een bepaald het is moment, niet meer waar, was het of was het niet? Hè? Het was zo, hè? Op een bepaald moment was ineens de ploeg... Want ik deed alles met die ploeg, behalve slapen met die man. Maar, ik bedoel, en, en, en fietsen. Maar op een bepaald moment was de ploeg s'avonds een keer weg. En ik vraag aan de opsportdirecteur Dirk de Mol, zeg Waar zijn de mannen? Hij zegt, een sponsorverplichtingen. Mm -hmm. Drie uur later waren die terug, twee uur later. Ja, bedoel. Achteraf, ja, ja. heb ik die hele uitleg wel gehoord. Ik ja, kan ja. die nu niet. Maar ja, maar. maar dat is ook niet belangrijk. Nee, maar dat was, maar alleen dat was een ongelooflijke ervaring leven, hè? omdat ja. je ineens met ja. de hele wereld in contact ja. Ja. komt. Hè? Ja. Goed, we gaan weer muziek draaien. We hebben Bart Herman nog klaarstaan. Uh -huh. Ik ga dood aan jou. Dat was Bart Herman, ik ga dood aan jou. En we zijn gekomen aan het laatste gesprekje, meneer Luk Verschuren. Ja, we zijn mevrouw, er al doorheen. Ik wil ja. nog over twee dingen praten, en dat is. Jij bent na het debakkel met uh, Jaak en zijn vorige aangever, ik maar zeggen, ben jij terug opgepikt en dan op zijn knietjes is hij komen vragen, Luc, kunnen we alles vergeten en wil jij ja, maar... terug met mij op het podium? Er was eerst een debakkel of een bug tussen Jacques en mij. Ja ja ja, 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 ja. ja. Maar, maar laat ons zeggen... Gaan we het daar niet over hebben? Nee, 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 nee. Want jullie zijn terug samen en dat is het voornaamste. Ja, op het podium toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja zei dat er nog iets anders is. Dan, nee, dan nee, dan nee. Dat nee, nee, altijd nee. Uitleggen. heeft zijn eigen geschiedenis op dat vlak. <laughs> ja, dat <is> waar. <laughs> ik eigenlijk... ja, ja. Dus nee, jij nee. bent terug zijn sidekick. Ja, ja, ja. ja. Leuk. Ja, nu zit hij toch met zijn... Wat is het Gebroken arm? B? Ja, helemaal, maar uh... we hebben in die zin dat gelukt... dat onze optredens eh, die we nog openstaan hadden met covid... We hebben nog een vier, vijftal optredens... die voor de derde keer zijn Zet. uitgesteld. Ja. En die zijn uitgesteld tot... Uh, tot uh, we treden ergens op in augustus. En dan begin september moeten we de capitool nog doen. Is ja. nog een, die ja. is nog helemaal uitverkocht. Ja is al de derde keer uitgesteld, dus ja, euh, tegen dan zal hij wel gerevalideerd zijn zeker. Ja, ja. En dan zullen jullie willen verder kijken naar de toekomst. Ik denk dat wij binnenkort aan een nieuwe show gaan beginnen. Oké. Okay. De hoeveelste is dat dan? Voor jullie samen? Voor ons dat zal dan. Ik weet niet de derde of de vierde. De tigste keer, hè? Ja, de ik ik weet, tigste keer. Ik weet het. Oké. Okay. In elk geval, ik hoop dat het een succes wordt, maar dat zal heel zeker zo zijn. Ja. Ik bedoel, het is, het is niet makkelijk om. Uh... Hey, tot nu toe, de zaak heeft eigenlijk door de kampioenen en nog eens de kampioenen en de herhalingen van de kampioenen... en met K3 mee te spelen, heeft hij eigenlijk drie, vier generaties overbrugd. Ja, 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 daarom is het ook ja. mogelijk voor hem... om nog altijd ook jonge mensen bij hem in de zaal ja, te krijgen. Ja, ja. Maar, ja. maar oké, okay, dat is... Hij blijft nog altijd goed, hoor. Ja, maar hij, ik, vind, ik, vind die, ik vind hem nee, echt goed. Wat, wat is het punt, en misschien hebben we dat daarnet niet gezegd... maar al diegenen die zo wat komisch talent hebben... Wat, wat hebben die gemeen? en Gaston Bergmans heeft me dat ooit een keer verteld... En dat is de waarheid, dat is de absolute waarheid. Die hebben allemaal een soort timing. Christophe dus Bergman zei: alles is timing. En wat is natuurlijk het verschil tussen een komisch acteur en een komiek? Een komiek kan improviseren. Armand die kan improviseren. Jacques kan improviseren. Ja. Jacques die kan improviseren. Ja, ja. Een komisch acteur. Ja, die houdt zich aan script. Ja, en als die daarnaast valt, dan, dan is er paniek. Ja. Maar vooral die timing is onwaarschijnlijk ja. belangrijk. Ja. Ja. Wat er ook. Hoort bij timing, is het afscheid op de radio. Men dat is een jouw... heel slechte timing. Ja, <laughs> maar men heeft, ja, omdat jij nog niet wilde stoppen. Of je had nog graag. Ja, maar, ja, maar, nee, maar je had toch nog graag doorgegaan, had het gekund. Ja, natuurlijk. Maar, ja. 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 maar je hebt toen een mooi afscheid gekregen van Radio 2. Dat vind ik wel, ja. Er zijn een aantal foto's die waarschijnlijk nu gaan passeren. Ah, ja, dat, dat, dat Hier dat met Else Schepper. Ja. Die is toen geweest. En er zijn nog een aantal mensen komen afscheid nemen. Ja, ze zijn allemaal uh, geweest. He. Ja. Ah, mijn copain mijn Sam Goris. Sam ja. Ja, ja. Die heeft bij jou zijn allereerste radiooptreden gedaan. En er was nog maar anderhalve minuut over voor het einde van het programma. Maar hij heeft dan toch zijn plaatje nog mogen zingen. Anderhalve minuut. Dat vertelt oh, is hij overal. Ja dat, ja, dat is, ja, dat is dus blijkbaar toch. Dat maar, uh, dat gaan we dan. Sam Goris is daarachter teruggekomen en laat het gras maar groeien. En oma Rijke en heel een boel. En op een bepaald moment, want zijn manager was Jack Rivers. Ja, ja, hier nog even museum. Ja, ja, ja. een museum. Ja, dat ja. is jouw museum. Zijn manager was Jack Rivers. En die belt mij, ik heb een nieuwe plaats van Sam Goris. Nu was dat toch die keer niet zo goed. En ik overleg met Dirk en uh, ik zeg Jack, nee, nee. En Dat was de periode dat ze allemaal succes hadden. Het tiende om te zien, begin jaren negentig. Ja. En, en, en uh, Jack zegt, verschuren, dit gaat niet door. Sam zal op uw radio zitten zaten. Ik zeg, Jack Rivers, dat zal niet waar zijn. Ik ga naar Jos Geijzen bellen. Dankjewel. Dat zal rap gedaan zijn dat jij hier gewerkt hebt. Ja, ja. Ik zeg, bellen. werkte dan hier, nee, nee, maar je niet. Ja, maar weg met de telefoon. Jos Geijzen. Wel mij een minuut later zoals zegt ik heb een groot probleem. We hebben daar zitten lachen. En allee, ja, uiteindelijk is dat bijgelegd met Jack Rivers. En, en hij is, is gekomen? Dan... Nee, hij is niet, gekomen, niet gekomen dan. Nee, 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 nee. Ah, okay, okay. Maar daarachter weer wel. Ah, ja, kijk. Zo gebeurt het allemaal, he. ja. dus dat is de business. He. Voilà, kijk, we zijn, we zijn erdoor. Ik erdoor. wens jou nog heel veel succes met wat je doet. Uh... Ja, ik bedoel, ja. He? Want ja, je zal ik toch nog wel iets doen. Het, he? Ik vind het eigenlijk, eerlijkerwijs, <laughs> dat mag nu iedereen weten. Ik vind het eigenlijk ook nog formidabel dat jij dat nog doet. Ja, maar ja, kijk. Maar jij bent dan ook tien jaar jonger. Oké, okay, goed. <laughs> ik ben ook nooit gestopt, hè. <laughs> dus uh, Ik ben niet op pensioen gegaan zoals jou... omdat ik ook nergens, nergens vast gewerkt heb, hè. Kom, laten we het met bloemen gooien. Laten we het over jou hebben, hè. Goed. Laten we het met bloemen ja. gooien en die okay. bloempotten die volgen wel. Die volgen wel. Goed, bedankt voor je komst. Veel succes. Met uh, Jaak, als jullie weer de zaal ingaan. Mm -hmm. Ik wens jullie echt heel veel succes. En wij, wij gaan eruit met muziek. En ik dank onze luisteraars en onze kijkers dat ze bij ons zijn gebleven. En ik hoop dat u het toch een beetje boeiend vond. Ik in elk geval wel wat uh, Luc Verschuren allemaal wist te vertellen. En ik maak een afspraak voor volgende week. Tot dan.